Zonne-energie geldt als een onuitputtelijke schone energiebron. Dat is inmiddels bij alle deskundigen bekend. Maar hoe vang je dat op? Nou, er zijn twee manieren voor om dat te doen. Met zonnepanelen, zoals je hier achter me ziet. Dan wordt het gewoon opgevangen en omgezet in elektriciteit. Maar je kunt het ook doen met spiegels, zonnereflectiestations, zeg maar. Het gaat als volgt. Het is hetzelfde als dat je eigenlijk doet met een vergrootglas, waarbij je alles centreert op één punt. Enorme hitte komt er vrij. Nou, je kunt je voorstellen, als je dat op grote schaal doet, dat enorm veel energie oplevert. Die Parabolrinnentechniek. Die kostengünstigste Variante, Strom aus der Kraft der Sonne zu gewinnen. Und die am besten erprobte. Vor fast 100 Jahren ging in Ägypten die erste Anlage in Betrieb. In Kalifornien liefert eine Reihe von Parabolrinnenkraftwerken seit 20 Jahren Energie unter kommerziellen Bedingungen. Die Anlagen haben 11.000 Gigawattstunden Strom produziert, etwa die Hälfte des gesamten Solarstroms, der bisher auf der Welt erzeugt wurde. Een onderneming uit Duitsland wil zonthermische energieopwekking nieuw leven inblazen op basis van een aloud principe. Zonlicht concentreren op één punt en op dat ene punt kun je vervolgens eigenlijk doen wat je wil. Want je hebt daar eigenlijk een fornuis gemaakt. Waar je enorm warmte hebt. En daar kun je water verwitten, maar je kunt natuurlijk ook allerlei andere dingen doen. Want uiteindelijk heb je daar een hele hoge temperatuur bereikt. Über Wärmetauscher und Dampfturbinen entsteht so elektrische Energie. Ein Wärmespeicher sorgt dafür, dass auch abends, nach Sonnenuntergang, Strom produziert werden kann. Het grootste voordeel van concentrated solar power is dat je het grootschalig kunt toepassen. In dit voorbeeld. Spreekt over 50 tot 150 megawatt. Dus dat betekent dat je met zo'n opstelling een gewone elektriciteitscentrale die gebaseerd is op gasverbranding of koolverbranding, dat je die zou kunnen vervangen. Maar B, en dat is ook interessant, is dat met stoom kun je vervolgens heel veel andere dingen doen. Want je kunt daar chemische reacties mee laten plaatsvinden en je kunt zelfs, er zijn wat experimenten mee gedaan, onder andere in Israël wat ik weet en in Spanje ook weer. Dat je op dat punt waar dat zonlicht samenkomt ook gewoon echt een chemische reactie laat plaatsvinden. En met een chemische reactie kun je bijvoorbeeld waterstofgas produceren. Een ultieme vorm van energieopslag. Die Sonne. Die Energiequelle. Unerschöpflich. Quelle allen Lebens. Kansrijk? Ja, het is zeker kansrijk. Ik verwacht van die zonnetechnologie verwacht ik veel, maar om daarnaast ook toch echt grote sprongen voorwaarts te proberen te maken en te zeggen van zijn dit niet heel geavanceerde technologieën waar we naar op zoek kunnen die oplossingen kunnen bieden voor de grote problemen die we hebben. In Spanje komt nu de eerste grote Europese installatie gebaseerd op zonthermische energie. Und hier bei La Calahorra zwischen Almería und Granada wird das erste Parabolrinnenkraftwerk Spaniens und Europas entstehen. Andasol 1 mit einer Leistung von 50 Megawatt wird voraussichtlich Ende 2007 in Betrieb gehen und rund 200.000 Menschen mit Strom versorgen. Andasol 2, ebenso groß, folgt bald darauf. Insgesamt werden hier 4 Parabolrinnenkraftwerke Strom produzieren. Die weltweit größte Anlage zur Nutzung von Sonnenenergie. In Nederland ist es die Stichting GEZEN in Groningen, die lobbyt für diese Form von Sonnenenergie. Dit ist die Zukunft. Over een halve eeuw zal iedereen dat heel normaal vinden dat we daar de energie vandaan halen. En we zullen dus over een eeuw met tamelijk verbijstering kijken hoe wat een moeite het heeft gekost om dit voor elkaar te krijgen. Het oogsten van de energie die van boven op ons toestroomt. De zonne-energie die in principe gratis is. MUZIEK